Welkom bij Kiemt Early Morning Talk, waarbij we u tijdens uw ontbijt bijpraten over de ontwikkelingen rond energietransitie en circulaire economie in Oost-Nederland. Ons thema vandaag is van COVID naar duurzaam. En dat doen we met gasten als Jaap Stelwagen, Wim de Goeie, Wouter van den Burg. Maar we schakelen nu eerst met gedeputeerde Christiane van der Wal. Christiane, fijn dat je via Teams toch aan de uitzending kunt deelnemen. Als gedeputeerde ben jij verantwoordelijk voor... Niet? Christiane, fijn dat je in de uitzending komt. Leuk je te zien. Ja, goedemorgen. Als gedeputeerde ben jij verantwoordelijk voor onder meer economie. Kun jij je toelichten welke rol de provincie Gelderland pakt naar aanleiding van COVID-19? Ja, goedemorgen Luc. Leuk om op deze manier met jullie aanwezig te zijn. Het is natuurlijk heel moeilijk wat voor rol je als overheid pakt. En wat wij hebben gedaan is heel erg gekeken van, we hebben het in drie fases geknipt. De eerste fase, echt die acute noodfase, direct toen de COVID-crisis uitbrak, waarbij we echt aansluiten op dat wat het Rijk doet. Dan hebben we een overbruggingsfase waar we in zitten. En uiteindelijk willen we natuurlijk investeren in herstel, om weer economisch krachtig te zijn. Oké. Kun je iets meer vertellen over dat overbruggen van de crisis en het herstellen van de economie? Ja, waar ga je naartoe herstellen? Hè? Dat is de vraag. Gaan we herstellen naar het verleden of gaan we herstellen naar de toekomst? En ik denk dat het belangrijk is dat we herstellen naar de toekomst en ook die transities optimaal benutten. Dus wat we eigenlijk in Gelderland, maar daar sluiten we ook aan bij het Rijk, zeggen is joh, daar waar de maatschappelijke opgaven zijn, dan kijk ik naar energie, dan kijk ik naar de stikstofproblematiek, maar we hebben meer maatschappelijke opgaven. Laten we nou onze innovatiekracht daarop inzetten, op het oplossen van die maatschappelijke opgaven op een manier dat we ook nog bijdragen aan nieuw verdienvermogen in onze economie versterken. Dat klinkt heel goed. Ik las laatst ergens dat jullie bezig zijn om investeringen naar voren te halen. Waar gaan die investeringen naartoe? Nou ja, daar kijk ik als gedeputeerde circulaire economie natuurlijk vooral ook naar circulaire economie. En wat we met name in de omgeving Arnhem-Nijmegen hebben gedaan, is een DAR-initiatief om een fabriek te creëren voor het hergebruik van huishoudelijke apparaten. Maar we zijn ook, wat we naar voren hebben gehad, is een initiatief vanuit bouwers om een demonstratiecentrum, circulair bouwen, te ontwikkelen. Maar we hebben ook concrete uitvoeringsprojecten, bijvoorbeeld in het Rijk van Nijmegen. En we zetten er nu met volle vaart op in, bijvoorbeeld na de zomer met tenders te komen. En eigenlijk iedereen op te roepen om met vooral ketenprojecten als het gaat om circulaire economie te komen. Dus ketenprojecten na de zomer. En we zitten hier natuurlijk met een publiek wat met circulair met energie bezig is. Dus die zitten vast te popelen om heel erg mooie initiatieven naar jullie toe te brengen. Vooral die ketens zijn zo belangrijk. Hè? Dan kijken we, en clusters. Kijk ik naar, niet alleen naar Kiemt, maar ook wat er bijvoorbeeld gebeurt op de IPKW. Die clustervorming en elkaar versterken en die ketenprojecten, die zijn gewoon heel krachtig. Heel fijn. Even zien. Ja, ik zie dat de tijd vliegt en ik weet dat jij een hele drukke agenda hebt en even tijd hebt kunnen maken om hier bij ons aan te sluiten. Dus ik wil je hartelijk danken dat je nog even kort voor het andere overleg ingevlogen bent. Hartelijke dank en voor je bijdrage en een hele fijne dag. Dank Luc en fantastisch dat jullie dit zo organiseren. Top. Graag gedaan. Dag. Dag. Ja, we hoorden Christiane over de innovaties, met name op het IPKW. En ja, nu hebben we hier bij ons Wouter van den Burg. En Wouter is kwartiermaker van het Innovatielab. Klopt. En als ik het goed begrepen heb, is het Innovatielab heeft gisteren een naam gekregen en daar hebben we een kort filmpje over.
Connector Energy Innovation Lab. Inderdaad. De naam sprankelt al energie. Waar staat het eigenlijk voor? Ja, Connector gaat natuurlijk echt over die verbinding. En die verbinding die zit eigenlijk ook al in de initiatiefnemers van dit initiatief. Van het innovatielab, dus de gemeente Arnhem, provincie Gelderland, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en het industriepark Kleefse Waard. Die hebben die verbinding, zijn ze aangegaan om dit te gaan doen. En die verbinding die zit eigenlijk in heel veel verschillende dingen. Dus die lijnen die je heen en weer ziet gaan in dat logo, dat gaat ook over de verbinding die je in de energietransitie moet maken. Tussen elektriciteit die je opwekt en die je weer in het net moet passen op een betrouwbare manier. Nou, daar zijn we hier in de regio heel goed in. Maar ook de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven en onderzoek die we moeten gaan maken en die we hier ook echt willen gaan maken. Dus dat verbinden, dat is wat centraal staat in het innovatielab. En die clustervorming, waar Christiaan het over had, die willen we ook met die plek, dat innovatielab, ook echt zeg maar een impuls geven. Dus die verbinding nog veel sterker maken, die consortia, die ketens die moeten ontstaan, ook echt hier laten landen. Oké, dus samenwerkingsverbanden gericht op toekomstige energieoplossingen. Ja, het doel wat we ermee hebben is uiteindelijk om die energietransitie die we met elkaar willen of die we met elkaar moeten realiseren, om die echt een duw te geven. De innovaties die daarvoor nodig zijn echt een duw te geven. Maar ook de kans voor de economie te benutten. Landelijk, de agenda van Wiebes, waar Christiane al aan refereerde. Maar ook voor de regio liggen die kansen er. Dus innovatie stimuleren en die bedrijvigheid daarin meenemen. Dan moet je inzetten op technologie. Dus we moeten die innovaties ontwikkelen en naar de markt brengen. Dan zullen we moeten zorgen dat we mensen hebben in de regio ook en opleiden. Jonge mensen, maar ook mensen die al langer in de arbeidsmarkt actief zijn, die met die nieuwe technologieën aan de slag kunnen. Waterstof, brandstofcelsystemen, oplaadinfrastructuur, al dat soort nieuwe technologie die we hier in de regio ook echt sterk in zijn. En we moeten zorgen dat we er ook business van maken. Van dat idee naar een bedrijf en internationaal opschalen. Wat deze regio ook kan, dat willen we in de toekomst blijven doen. Nou, en dat programma, dat willen we hier rond dat innovatielab vormgeven. Samen dus met de initiatiefnemers, maar ook heel nadrukkelijk met het mbo waar we mee in gesprek zijn. Met de TU Delft, die we hier al actief is in de regio, maar die we hier ook echt aan willen verbinden. Ja, dat is wat we hier willen gaan realiseren met elkaar. En waar ik heel enthousiast over ben, maar gelukkig met mij heel veel anderen ook heel enthousiast over zijn. Klinkt goed. Overigens voor de kijkers, er kunnen vragen gesteld worden. Dus we hebben een livestream. En mocht u vragen hebben, stel ze gerust. Worden ze niet in de uitzending beantwoord, dan beantwoorden we ze achteraf op onze website. Maar antwoord krijgt u in ieder geval. Dus vragen voor Wouter rond het innovatielab zijn meer dan welkom. Connector moet ik nu zeggen. Wouter, wanneer kunnen we fysiek in het innovatielab gaan werken? Of gaat het door COVID misschien niet gebeuren? Oh nee, gebeuren gaat het. Het gebouw, het innovatielab, dat is nu een ontwikkeling. Gisteren hebben we daar een aantal al van de visuals van gepresenteerd, die al een beetje een beeld geven hoe dat eruit gaat zien. De website connector-lab.nl, daar kun je die ook op terugvinden. Tussen visuals en realisatie zit wel wat tijd. Hè. Dus de inschatting is nu dat we daar ongeveer nog wel een jaar voor nodig hebben voordat we echt de poorten kunnen openen. Maar ik vind het ook wel belangrijk om te zeggen dat openen van die poorten, eigenlijk is dat ook al heel veel, is al gaande hier. Het is niet iets wat we nu vanaf nul willen beginnen. Je ziet dat die samenwerking met de hogescholen, MBO, de TU Delft ook in de regio is er al. En wat we hier vooral willen doen is dat bij elkaar brengen en nog sneller en groter gaan doen. Dus we bouwen voort op wat we al doen. Dus bedrijven die niet kunnen wachten tot dat jaar, klopt nu al aan. En we zijn nu al dingen aan het opstarten in aanloop daar naartoe. Dat is heel goed te horen. Wim de Goeij. Wim, je bent de managing director van Presikhaaf Schoolmeubelen. Nou, als er één sector is die gevolgen van corona heeft ondervonden, dan is het wel de schoolwereld. Ik denk dat jullie de nodige innovatie nodig hebben gehad om door die tijd te komen, of niet? Ja, natuurlijk. Onze markt die stortte in een paar maanden tijd volledig in. Dan moet je gaan nadenken hoe dat je daar doorheen komt. Het goede is natuurlijk dat het onderwijs gewoon weer gestart is. Ik zeg gewoon, primair onderwijs is volledig weer aan de slag.
het voortgezette onderwijs na de zomervakantie weer aan de slag. En het mooie wat we op dit moment zien is dat er een inhaaleffect is van toch nog snel meubilair bestellen. Het is dat voor het nieuwe schooljaar, want het kan weer. En daar spelen we natuurlijk op in. In mijn bedrijf heeft COVID grote gevolgen gehad. Zeker, dus op het moment dat het virus hier in Nederland op zijn top was en wij meer dan de helft van onze mensen preventief naar huis moesten sturen op basis van de RIVM-richtlijn. Ja, en voor de mensen die jullie wat minder goed kennen, dat heeft weet ik toevallig op jullie personeel een behoorlijke impact. Maar kun je iets meer vertellen over Presikhaaf schoolmeubelen en waarom dat effect voor die mensen juist zo groot is? Ja, nee, natuurlijk. Het is dat Presikhaaf schoolmeubelen is sinds 2015 onderdeel van Koninklijke Arend, maar was voorheen een onderdeel van een sociale werkplaats. Dat onderdeel hebben wij overgenomen samen met alle mensen die daar werken. En in de sociale werkvoorziening, daar werkte je als je wat had. Dus al onze mensen, en ik wil dat niet negatief laten klinken, maar die hebben wat. Die hebben een aandoening, dus waarmee ze ooit in die sociale werkvoorziening gekomen zijn. En dat zijn aandoeningen die ertoe kunnen leiden dat in tijden van de crisis, dat men met suikerziekte, hartproblemen, COPD of wat dan ook, preventief naar huis moesten. Ja. Dus dat is ons gebeurd. Behoorlijke impact dus. Ja. Ja. En we hebben, om daarop aan te vullen, dus enorme maatregelen genomen, zodanig dat we vandaag kunnen zeggen dat bijna 100% van onze medewerkers weer aan de slag zijn. Ah, kijk, dat is goed nieuws. In jullie markt, de scholen, gaat dat er heel anders uitzien? Want jullie ontwikkelen daar de meubels voor. Wij denken, vermoeden dat dat leren op afstand, dat deels zal blijven. We zijn met z'n allen natuurlijk met een enorme vaart de digitale wereld ingeslingerd. En dat zal blijvend zijn. Dat is morgen niet over. En dat betekent dat de hele schoolomgeving, de hele leeromgeving veel adaptiever zal moeten zijn dan dat die voorheen was. En voorbereid moet zijn op alle mogelijkheden die je bieden kunt om die nieuwe technologieën te faciliteren. Dus dat is het waar wij met name dus op gericht zijn. Dus het bieden van meubilair wat veel flexibeler is, wat ook duurzamer is, waarbij die inrichting eigenlijk heel makkelijk, heel snel aangepast kan worden, dus op de behoefte die er op dat moment is. Het geluk wat we hebben is dat de scholen weer volledig open gaan. En het ook nog een markt is die redelijk zeker is. Ja. Voor ons is de focus nu op ontwikkelen om te kunnen faciliteren. Dus innoveer. Exact. Is een omgeving, want we hebben hier net de lancering van een innovatielab, hebben het over gehad, weliswaar op het gebied van energie, maar zijn dat soort samenwerkingsmogelijkheden voor jullie ook interessant? Ja, we zijn een industriële onderneming, dus met heel veel machines, lasrobots, buigmachines, spuitstraten, CNC, zaagautomaten enzovoort. En we gebruiken dus echt behoorlijk wat energie. Nu is er binnen Koninklijk Arend al het nodige gedaan, dus aan met het opwekken zelf van energie. Dus zowel op onze fabriek in Culemborg als in Sint-Oederode, hier in Arnhem nog niet. Maar daar liggen zeker mogelijkheden, want met name in de spuiterijen die we in verschillende fabrieken hebben, daar gebruiken we toch wel behoorlijk veel gas. En daar zullen we in de nabije toekomst toch iets mee moeten. Ja, dat zijn echt hele mooie uitdagingen die we graag, Lucas, als ik even in mag springen, die we natuurlijk in dat innovatielab natuurlijk juist graag zien. Hè? Dus die vraagstukken die in de regio spelen, niet beperkt zijn tot de regio, maar ook daarbuiten, die als vragen krijgen, zodat we de studenten, bedrijven, onderzoekers die we daar in het innovatielab met elkaar bundelen, op dat soort vraagstukken kunnen laten werken en denken en ontwikkelen. Mm-hmm. Dan zorgen we ook dat we vraaggestuurd bezig zijn en dat we jou helpen om die energietransitie te maken en daarmee ook hier in de regio de oplossingen ontwikkelen. Ja, om daar gewoon het land en de wereld mee te helpen. Dus heel graag die vraag deze kant op. Ja. Nou, het goede nieuws is dat we vlak om de hoek zijn. Dus erg dichtbij. Dus misschien staan we wel als eerste in de rij.
Kijk aan, de eerste match is gelegd. Nou, als er iemand helemaal creatief werd van COVID, nou, dan is dat wel Jaap Stelwagen. Jaap, jij dacht, laat ik gelijk maar eens een opportunity pakken? Ja, dat, het was wel een hot item in die tijd toen wij begonnen. Iedereen was natuurlijk, denk ik, ook al bezig van hoe kan ik helpen, wat kan ik doen? Voordat ik met mondmaskers begon, dacht ik zelf ook aan... dat leek me ook heel, heel heftig als je naar het ziekenhuis gaat en er zijn geen beademingsapparaten meer. Dus we waren met z'n allen denk ik aan het kijken en denken van wat kan ik eigenlijk doen om hier te helpen. Ja. Maar ja goed, uiteindelijk ging het toch helemaal mis. We hebben het ook echt gedaan, maar dan met mondmaskers. Ja. Maar je was helemaal niet bezig met mondmaskers of dat soort zaken toch? Nee, ik denk dat er in heel Nederland niemand eigenlijk ervaring heeft met mondmaskers. En het was eigenlijk een toeval dat ik heb een relatie met Refugee Company. En in die tijd, moet je je voorstellen, was het delinquenten die met naaimachines, maar ook vluchtelingen die met naaimachines maskertjes met de hand maakten. Nou, Refugee Company deed dat met vluchtelingen en zo kwam ik in contact met het fenomeen met de hand maskers maken. Ah. En toen opperde ik het idee van, ja, we moeten eigenlijk een machine hierheen halen. Dat gaat veel beter, gaat veel sneller. En dus dat was eigenlijk de link. Want uit mezelf had ik nooit een machine uit China hierheen gehad om dat te doen. Nee. Maar dan denk je opeens van, goh, er is vraag naar mondmaskers. Ik ga eens in China een machine kopen. Gaat dat zo makkelijk? Ja, dat gaat zo makkelijk. Ja, ik heb 5 jaar in China gewoond, dus dat helpt wel in die denkwijze. Maar eigenlijk ging het echt makkelijk. In het begin hebben we heel agile gewerkt. We hadden eigenlijk hele simpele doelen. We hadden 1 term die heette de fabriek, de komt er. Dat was ons doel. En eigenlijk past daar alles in. Dus we konden heel snel allemaal de neus op dezelfde kant krijgen. En voor elkaar krijgen wat we nodig hadden, namelijk machines, materialen. We hebben met VWS natuurlijk de levering van maskers aan de zorg, dat was ook een traject. Maar anderzijds, het waren hele simpele doelen eigenlijk die we moesten nastreven. Ja. Kan het niet, maar ja, het is niet moeilijk. Nee. Nee, sorry. En ja, jullie zijn een sociale company. Ja. Dus je kiest er dan ook bewust voor om die machine in een sociale omgeving te plaatsen. Ja, ja. Ja, dat is ook een gelukkige toevalligheid. Door COVID hier in Arnhem zou Refugee Company een restaurant openen, een Beautiful Mess in Sonsbeek. Die gaat trouwens over een paar weken open, dus bij deze. Maar door COVID is dat allemaal niet gecanceld, maar opgeschoven. Maar we hadden natuurlijk met Arnhem wel een momentum van alles stond eigenlijk klaar om daar te beginnen. En dan weet je dat het voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. En dat was ook weer een drijfveer om te zeggen, ja, kunnen we niet een alternatief bedenken voor een restaurant? Dus dat heeft ook weer bijgedragen aan de motivatie om hier vol voor te gaan. Dus je komt van een restaurant naar een mondmaskerfabriek. Ja. Goh, en is het nu in productie? Ja, we zijn in productie. Gisteren zijn er 2 nieuwe machines gearriveerd. Die worden nu, eigenlijk worden die nu uitgepakt. Ik heb ze nog zelf nog niet gezien. Ik ben erg benieuwd. Die zullen ongeveer over dik een week zullen die klaar zijn. Want ze worden nog eerst, de Chinese veiligheidseisen zijn wat anders dan die van Europa. Dus ze worden CE gekeurd. Ja. En daar moet je wat een en ander voor doen. En dus ergens medio volgende week zullen ze mee gaan draaien in de productie. Goh. Innovatie en innovatielabachtige omgevingen, is dat iets voor mondmaskers? Want ik hoorde jou iets over zeggen over innovatie in crisis is geen goede idee, zijn geen goede ideeën. Ja, ik denk het, wij zijn snel, we hebben succes omdat we niet innoveren. Wij maken een product wat al bestaat. We hebben een machine gekocht die dat product maakt, dus we hebben geen productontwikkeling gedaan. Wij zijn niet gaan kijken van wat voor materialen zouden geschikt kunnen zijn voor maskers, want dat weten we allemaal al lang. Dus we zijn nu, hebben denk ik snelheid gemaakt door gewoon te doen wat er al bestaat. Maar dat is de situatie tot nu natuurlijk. Wij moeten nu daar nog wel beter in worden. We moeten beter gaan produceren. Maar uiteindelijk zul je daar ook aan je manier van produceren, zul je natuurlijk moeten gaan innoveren. Maar wat denk ik nog veel belangrijker is, wij maken nu een wegwerpproduct. Het is allemaal plastic wat weggegooid gaat worden. En dat voelt niet goed. Dus kunnen we ook op product
niveau kunnen we daarin gaan innoveren. Ja. Dus herbruikbare producten maken of circuleerbare producten. Of in ieder geval kunnen we in dat domein niet een verbetering doen. Wim, ik zie een mondmaskertafelblad voor me. Nou, weet je, Luc, hier op ditzelfde IPKW-terrein, nee, daar moest ik ogenblikkelijk aan denken, zit ook de company Safe Plastics. Zeker. Met Bram Peters zijn we als Presikhaven al in gesprek. Om onder andere de voetenplanken van leerlingenstoelen van recycled plastic te gaan maken. En ook tafelbladen voor leerlingtafels inderdaad van een soortgelijk materiaal te gaan produceren. Althans, door ze hier bij Safe Plastics te laten produceren. Ik zie het eerste circulaire mondkapje opkomen. Ja. Mag ik toch, wat ik ook heel mooi vind aan het verhaal van Jaap, is dat je ziet dat die transitie die we moesten maken, en dit keer heel plotseling en heel snel richting mondmaskers en die nieuwe door COVID-19, dat zien als kans en daar als bedrijf in willen stappen en daar gewoon mee aan de slag gaan, dat zie je natuurlijk in de energietransitie op allerlei gebieden ook. En de plek, zeg maar, om dat te kunnen doen, om daar, zeg maar, wendbaar in te kunnen bewegen, ja, dat wil het innovatielab wel zijn. Dus misschien mondmaskers gaat het in de toekomst niet meer zijn. Maar we weten dat we heel veel van dit soort nieuwe oplossingen nodig gaan hebben in de energietransitie. En de plek zijn waarin ondernemers zoals Jaap, of misschien jijzelf wel straks weer in een volgende stap, maar dan bijvoorbeeld dus met batterijopslag, met waterstofsystemen, brandstofcelsystemen, schone mobiliteit. Die ondernemers hier een plek geven. Ja, dat is wel ook waar het innovatielab voor wil staan. Wel grappig. We krijgen net een vraag binnen vanuit onze livestream. Ja. Wouter, welke 1, 2 of 3 verbindingen wil jij met Connector het liefst zo spoedig mogelijk realiseren? Even kijken. Nou, dan zijn er twee waar we heel druk mee bezig zijn. Is dat als we het hebben over onderzoek en ontwikkeling en innovatie. Dan denken we soms, en daar zijn we ook mee bezig, met de TU Delft zijn we in gesprek en denken we aan universitair en PhD's. Nou, daar zijn we mee bezig om dat ook echt hier naar de regio te halen. Dus dat is er één die we aan het leggen zijn die nodig is. Maar daar eindigt het niet mee. Wat we echt nodig hebben zijn mensen die dat ook daadwerkelijk kunnen gaan maken. Dus die verbinding naar de TU zijn we aan het maken, maar ook de verbinding met MBO, met het Rijn-IJssel en met andere instellingen om ook echt die vakmensen die straks ook in die energietransitie kunnen gaan werken, die verbinding te maken, die is volop gaande. Ja, en de derde verbinding die ik heel graag zou willen maken en waar we naar gisteren ook echt, zeg maar, mee naar buiten gaan, is met ondernemers die kansen zien, die vragen hebben, zoals net al langskwamen, of die kansen zien en die willen pakken en het innovatielab eigenlijk als omgeving willen gaan gebruiken. Dus dat is de derde verbinding die we nu heel erg op aan het zoeken zijn. En iedereen die die verbinding met ons wil maken, wil ik ook echt uitnodigen om, ja, om zich aan te sluiten, zich te melden en dat te komen doen. Klinkt heel goed. Ja, hoe zie jij de post-COVID-wereld? Want ik kan me zo voorstellen dat er nu een gigarush is op mondmaskers. En straks hebben we dat vaccin. En dan gaan we weer naar business as usual. Ja, dat klopt helemaal. Ik denk dat dat hebben we eigenlijk ook vanaf dag 1 geanticipeerd. Wij willen heel graag ook post-COVID blijven bestaan. Dat is denk ik wel een hele belangrijke keuze. Je kan het ook gewoon zien als een project. Het is voorbij en dan stoppen we ermee. Ja. Maar wij willen als bedrijf in het medische domein verder gaan. Wel in de lower end, hè, dus wegwerpproducten, dus geen beademingsapparatuur gaan maken wat bijvoorbeeld Philips doet. Dus in dat domein willen we verder gaan groeien, maar ik denk dat je wel heel sterk gaat zien dat er een enorme terugval gaat ontstaan in maskervraag. Maar we willen wel daarin blijven produceren, dus innovatievere producten gaan maken. Want ik denk dat daar, dat beseffen ze, hoor. Ik denk dat er ook mensen ons daar mee willen gaan helpen. Want iedereen kent nu het product en weet dat het verbeterd moet gaan worden. En dat was denk ik tot 6 maanden geleden helemaal niet het geval. Ja. Dus ik zie het eigenlijk heel positief. Maar het is nog steeds wel ongewis. Je raakt een groot deel van je omzet misschien wel kwijt. Dus hoe ga je daarna verder? Innoveren. En ja, dat wegwerpen, daar wil ik daar graag bij helpen. Om dat niet wegwerpen te laten zijn. Dat is wel de sleutel voor onze toekomst. Ja. Ja. Hoe zie jij een na-corona-wereld? Ik denk, Luc, dat wij voor corona al een aantal zaken zagen, ook voor onze sociale onderneming. En sociaal, dat ligt ons heel na aan het hart. Ik vind het ook erg leuk om nog even heel kort te vertellen dat we vorige week van
De commissaris de Koning, in dit geval John Berends, het PSO 30 plus certificaat uitgereikt gekregen hebben, waar we heel trots op zijn. Dat is de Champions League in sociaal ondernemen. Die hebben we dan toch maar bereikt. Dat is redelijk bijzonder, maar voor de kijkers die dat niet zoveel zegt, hoe bijzonder is dat eigenlijk? Nou, het betekent eigenlijk dat de hele grondslag van je onderneming ook verankerd is in je statuten. Dus dat wat je doet en welke vormen van werkgelegenheid je biedt en hoe dat jouw sociale beleid eruit ziet. En het 30 plus houdt in dat meer dan 30% van je medewerkers inderdaad vanuit de doelgroep komt. Dus een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Aan deze mensen bieden wij werk. En bij mijn bedrijf, hier bij Vreese Kaap Schoolmeubelen, is dat zelfs 70% van het aantal medewerkers. Dat geeft ons de status terug die vroeger sociale werkplaatsen hadden. Hetgeen betekent dat aanbestedende diensten opdrachten zouden kunnen voorbehouden aan een PSO 30 plus gecertificeerde onderneming. Dus dat was voor ons heel belangrijk. Ja. Los daarvan, maar dan na COVID, we moeten die hele doelgroep die ontwikkelt zich. En het is van belang dat we ook laaggeschoolde arbeid of mensen met beperkingen die hen niet in staat stellen een bepaalde functie of beroep uit te oefenen, om daar ook werk aan te kunnen blijven bieden. Dat zijn zaken dus waarbij in onze meubelmakerij bijvoorbeeld kasten heel traditioneel gemaakt werden. Gedeuveld, gelijmd, in elkaar gezet, geperst en noem maar op. En daar was echt geschoolde arbeid voor nodig. Ja, en daar heb je een oplossing voor, zoals ja. te zien. Vandaag hebben we een systeem, een gepatenteerd systeem, wat een zogenaamde peanut-verbinding is, waarmee we kasten eigenlijk met een dergelijk systeem in elkaar kunnen zetten. En het bijzondere hiervan is dat je dit soort panelen in voorraad kunt produceren. En het werk wat er dan is voor mensen, eigenlijk ja, assemblagewerk is, het in elkaar klikken van de kasten. En dat maakt het systeem modulair. Dus je kunt het veranderen, je kunt het weer uit elkaar halen. En tegelijkertijd het materiaal ook circulair. Want het is gemaakt van een duurzame grondstof die ook weer hergebruikt kan worden in het hele proces. Dus we gaan duurzaam, circulair en sociaal, want we blijven heel veel werk bieden aan de doelgroep en daarmee ook aan, ja, ik zou bijna willen zeggen, aan onze missie. Kijk aan, dat klinkt, zijn hele mooie woorden. En dan ook nog eens een keer modulair ruimtes kunnen inrichten in de veranderende wereld die we op dit moment voor ons zien. Het is mooi bedrijf, zeker. Zeker, heel trots op. Even zien hoor, ja, we komen naar het eind van de show. Jouw wens voor de komende maanden, na COVID-tijdperk, heel kort? Ja, wij hebben de ambitie zeg maar neergezet, de naam gelanceerd. Maar er moet nog heel wat gebeuren om dit ook gedaan te krijgen. Dus wat ik wel merk, en dan kom ik misschien weer een beetje terug waar je helemaal mee begint, want met Christiane, overheden die nu ook echt dit aan willen pakken om een economie te helpen, in de benen te helpen, die ons helpt met die grote transitiedoelen die we hebben. Ja, dat is de rugwind die ik voel, ja. Die ik eerlijk gezegd ook nodig heb om dit initiatief in de omvang en de ambitie die we hebben neer te zetten. Dus de komende maanden hoop ik eigenlijk met die energie zeg maar verder te gaan en ook echt onze plannen zeg maar verder door te kunnen trekken. Top. Jaap, jouw laatste uitsmijter? Ik speel gewoon nu met, wij moeten nu 1 miljoen maskers per week gaan maken. En dat is het eerste wat we maar eens moeten gaan doen. Ja? Vervolgens naar de toekomst kijken. Maar ik zie het wel heel positief in. Heel erg goed. Ja, ja. Wim, hebben we net het hele mooie verhaal gehoord. Ja. Ik zie hier aan tafel een energielab en ik zie een oplossing voor de wegwerp mondmaskers waar we straks hele mooie modulaire tafels van gaan maken. Ja, dames en heren, dit was eigenlijk de eerste Kiemt Early Morning Talk, de ontbijtshow voor energietransitie en circulaire economie, met de gasten Wim de Goeij, Jaap Stelwagen, Wouter van den Burg. We wensen u een hele fijne werkdag en blijf vooral gezond.
Dank u wel.